Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten hier en hen die via de techniek met ons bent samengekomen. De kerkenraad heet u welkom in deze eredienst. Deze morgen gaat ons voor dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 16. En het thema van de preek luidt: wat u doet is goed. Mededelingen namens de kerkraad. Aankomende woensdag 13 maart hopen we als gemeente tweemaal bijeen te komen in verband met de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. 'S Middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. De kerkraad heeft ter vervulling van de twee nog openstaande vacatures besloten om opnieuw 4 broeders te kandideren die reeds op de lijst stonden. Te weten de broeders R.A. Bogaert, L.F. Boonstoppel, J.P. Den Breeën en H.G. Maljaars. Op TV woensdag 13 maart zal er daarom opnieuw gelegenheid zijn om uw stem uit te brengen. 'S Middags zal er na de middagdienst weer een stembureau zijn. En 's avonds wordt er een stemmingsvergadering gehouden na afloop van de dienst. U kunt dan vooraf de presentielijst tekenen en ontvangt dan ook het stembriefje. Mogelijkheid tot schriftelijk stemmen is er ook met stembriefjes. Andere stembriefjes, zelf gemaakt of handmatig geschreven, worden niet meegenomen in de stemming. Daarom graag alleen de stembriefjes gebruiken die als bijlage in de laatste zondagbrief zaten. In deze dienst is er 1 fysieke collecte, bestemd voor toerusting, jeugdwerk en gezinnen. Deze vindt plaats voor de slotzang. De bankcollecte graag op de bekende wijze overmaken. Voorzang is de schoolpsalm, psalm 86, vers 6. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon.
Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de gelijkenis die we vanmorgen gaan lezen, zegt de Heer Jezus: omdat ik goed ben. De landman waar de Heer Jezus het over heeft, die is goed. Alleen dat blijkt niet voor iedereen zo te voelen, zo te ervaren. En toch geloven we en toch belijden we dat de Heer goed is. En daar gaan we ook van zingen. In alle psalmen vanaf dit moment komt het woord goed naar voren. Zo ook in Psalm 135, vers 2 en 3. God is goed, loof hem tezaam met gezang en snarenspel. We luisteren samen naar de wil van de Heere voor ons leven, 10 geboden. En vervolgens zingen we uit Psalm 100, vers 2 en ook vers 4. In het vierde vers zingen we dan: zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100, vers 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen.
U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed zullen een aantal mensen noemen. We denken aan broeder Johan de Roos van de Noorderkroon 70. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een operatie aan zijn halsslagader. We denken ook aan broeder G. Drost van de Prins Bernhardlaan 138C. Hij mocht het ziekenhuis verlaten en naar Garim revalidatie gaan. Maar intussen is hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Hij blijkt een fikse longontsteking te hebben. En gezien zijn broze gezondheid is dat best wel zorgelijk. Zullen we in ons gebed tot de Heere gaan? Heere, u bent goed. U bent volmaakt. Het is uw grenzeloze liefde die zoveel miljoenen mensen raakt. En u stijgt zo ver boven alles uit. En u weet precies wie we zijn. En we vragen u, Heere, schenk ons vanmorgen uw goedheid. Schenkt u het ons zoals u het ons wilt geven. Uw genade, uw gerechtigheid, uw barmhartigheid. Toon ons uw trouw. Ja, dat deed u al door dat we vanmorgen weer samen mogen komen. Dat we vanmorgen weer mogen zingen. Dat we vanmorgen weer mogen bidden. Die goede woorden van u op ons in mogen laten werken. We
weten ons bevoorrecht, Heren. En werk met uw geest in ons, opdat wij dat goede van u ook echt mogen omarmen, eruit mogen leven. Zegent u ons, Heren, in deze kerkdienst, of we een specifieke taak hebben, of hier gewoon zijn, om uw woord te ontvangen, om mee te luisteren, mee te zingen, om te horen wat u tot ons te spreken hebt. Geef uw zegen als we zo hier gekomen zijn, of als we zo op afstand de dienst hebben aangezet en u meebidden en uitzien naar de verkondiging van uw woord en het beantwoorden met de psalm. Heren, zegent u ons ook als we die goedheid van u graag op afstand houden. U weet, Heren, dat wij graag onze eigen dingen doen, onze eigen plannen maken en dat we van nature u niet zoeken. Wij bidden u, Heren, opent u ons hart. Verlicht ons verstand, zodat we naar u beter gaan zien. Laat ons opnieuw geboren worden. En als dat heeft plaatsgevonden, Heren, geef dat er dan groei mag zijn. En dat de dingen die dat remmen, dat we die weg mogen nemen. En dat de dingen die groei bevorderen, dat we die mogen gebruiken. En laat ook deze dienst dan groeibevorderend zijn. Om te leven van uw goedheid en uw genade. En dat doen we, Heren, in een wereld waarin veel kapot is. En ook onder ons zijn er die naar de kerk gekomen zijn of op afstand meeluisteren met zorgen. Die persoonlijk in de moeite zitten. Die worstelen met hun lichaam, met hun gerichtheid. Problemen hebben als het gaat over een relatie of het ontbreken ervan. Die zorgen hebben over kinderen. Zorgen hebben over ouders, grootouders, vrienden. Heren, wij leven in een wereld vol gebrokenheid. En toch geloven we dat, Vader, wat u doet, dat is goed. En leert u ons dan het heden dragen met een rustig, kalme moed. Ja, Heer onze God, zo slaan we onze ogen op tot u, beseffend dat we geen recht hebben op genade, geen recht hebben op zegen, maar we kunnen ook niet zonder, Heren. Wilt u ons dan vanmorgen overladen met uw zegen? Wilt u ons schenken wat we niet verdienen, maar toch nodig hebben? Vermaan ons dan, Heren. Geef dat we die woorden van u niet zomaar van ons af laten glijden, maar dat we ons best zullen doen om het op ons in te laten werken en ook de toepassing ervan binnen laten komen. Geef, Heren, bekering. Opdat we u zullen dienen. Omdat er ons meer en meer zichtbaar wordt dat u goed bent. En dat anderen dat ook mogen zien van die mensen die een goede God. Heren, wij kijken op naar u. En we weten dat er in de hemel vreugde is over één zondaar die zich bekeert. Laat er vanmorgen dan ook vreugde zijn in de hemel. Omdat zondaren zich hier in ons midden bekeren tot u. Wilt u dat werken, Heren? We vragen u zo om uw zegen over alles wat in deze dienst gebeurt. Zegen onze gaven, onze gedachten, ons zingen. Dat alles in goede orde mogen verlopen, opdat het een kanaal mag zijn van uw goedheid voor zondige mensen. Heren, we bidden u ook met diegenen die heel sterk ervaren dat ze zondig zijn. Wat verleiding weer de kop opsteekt. Wat boezemzonden maar niet weg te krijgen zijn. Want we daarin soms ook een strijd voeren die we alleen voeren. Heren, vergeef het ons. En wilt u voor ons bidden. Voor ons pleiten bij uw Vader. En geef dat de boze dat niet kan gebruiken om ons bij u weg te trekken. Maar help ons om des te meer, in onze zwakheid, de toevlucht te nemen tot u. Dan wijst u ons toch niet af, Heren. Machtige God, in het bijzonder willen we u danken dat broeder Johan de Roos in ons midden is, dat hij de operatie kon ondergaan en dat deze geslaagd is. Wij danken u, Heren, dat u Johan en Krijni dit gegeven hebt en dat ze nou ook zo hier mogen zijn om u daarvoor te eren. En wij voegen ons in dat lied van dank. U bent goed, Heren, in wat u daarin gegeven hebt. Geef ook een goed verder herstel en geef dat het zo allemaal mag bijdragen aan de verheerlijking van uw grote naam.
Heer, we bidden nu voor onze broeder Drost van de Prins Bernhardlaan. U weet, Heer, dat hij naar de revalidatie mocht, maar dat hij nu een fikse longontsteking heeft. Hij moest weer naar het ziekenhuis. En gezien zijn leeftijd, Heer, en gezien zijn broze gezondheid, is het kwetsbaar. En daarom dragen we hem opnieuw van harte aan u op. Wees u hem nabij, Heer, in het ziekenhuis. Zegent u zijn vrouw. Zegent u hun gezin. Wilt u ze dragen, Heer, en ze vasthouden. Wat u doet is toch goed. En dan kent u het verlangen van ons. Wilt u dan ook herstel geven? Heer, zou u alstublieft uw goedheid ook willen tonen in de ambtsdragersverkiezing van komende woensdag? Heer, er zijn nog 2 broeders nodig om de kerkraad voltallig te laten zijn. Wij verlangen ernaar, Heer, als kerkraad, als gemeente, dat de raad voltallig is, omdat we goed leiding kunnen geven aan de gemeente, omdat we zo uw koninkrijk kunnen bouwen, uw goedheid mogen verspreiden. Zou u ons willen leiden in onze gedachten? Als we misschien in gedachten al weten wie we willen stemmen, zegt u ons ook als we op tal staan. Heer, dat doet toch wat. Eerst niet verkozen en nu weer op tal. Toch weer die spanning. Misschien de onzekerheid. Maar we kijken op naar u. U bent de Heer van de wijngaard. Wilt u dan arbeiders in de wijngaard zenden? Die u wilt, die u op het oog hebt. En doe dat ook breder, Heer. Niet alleen in onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook in allerlei andere commissies, verenigingen. Dingen die op de voorgrond gebeuren, maar ook dingen die op de achtergrond gebeuren. We zijn dankbaar voor al het goede wat we daarin mogen zien. Laat daarin ook uw goedheid mogen worden tentoongespreid. We bidden u voor mensen die zich inzetten in uw koninkrijk. We bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Helpt u ze om te getuigen. Om nood te lenigen daar waar armoede is en honger en problemen. Zegent u het werk wat we daarin doen, ook als kerkverband. Zegent u ons kerkverband, Heer, in alle spanning waar we in zitten. We bidden u of uw goedheid ons niet loslaat, maar of u in uw goedheid ons rijk wil zegenen. En zo ervoor wil zorgen dat door ons heen uw goede naam niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen wordt. Heer, zo leggen wij ons leven in uw hand. We vragen u om veel van uw geest, want u heeft toch ook veel om te geven. Schenk ons dan naar de rijkdom van uw genade en laat ons met elkaar iets van de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte zien van wie u bent. Spreek dan, Heere, en laat het zijn dat uw gemeente hoort. En laten we uw goedheid mogen beantwoorden met de lofzang op u, met mond en met hart. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel weten wat dit is. Ja, een 2-euro-munt, natuurlijk. Dat weten jullie wel, hè? Stel je voor, je gaat bijvoorbeeld een keer naar opa toe. En je bent bij opa en opa heeft een klein tuintje en er liggen nog heel veel bladeren in. En opa zegt tegen jou, als jij nou voor mij die bladeren opruimt, krijg je 2 euro. Nou, daar ga je. Hard aan de slag, werken voor 2 euro. Nou, en als je bijna klaar bent, komt je broertje. En die heeft dan opa gevraagd, mag ik ook helpen? En je broertje komt ook helpen. Het laatste stukje. Nou, nog even, alles klaar. En dan komt opa en die zegt, nou jongens, keurig gedaan. En die geeft aan jouw broertje 2 euro. En die geeft aan jou ook 2 euro. Jouw broertje heeft maar heel kort gewerkt. En jij heel lang. Voelt dat eerlijk? Ja, je weet wel. Ik heb 2 euro met opa afgesproken. Maar hij heeft zo kort gewerkt en hij krijgt ook 2 euro. Dat schuurt een beetje, toch? Nou, de Heer Jezus die vertelt een gelijkenis waarin precies hetzelfde gebeurt. En als je goed kijkt naar het plaatje, dan zie je dat die eerste 2 mensen, die staan met de zilveren muntstuk staan ze in hun hand en ze kijken blij. Ze hebben maar heel kort gewerkt en ze krijgen toch het loon van de hele dag. Een penning, een denari. Daar zijn ze heel blij mee. Maar die andere, die krijgt er aangereikt, hè? Maar die kijkt niet zo blij.
Die heeft de hele dag gewerkt. Die had 1 penning afgesproken. Maar ja, als die anderen 1 penning krijgen, ze hebben zo kort gewerkt. En wij hebben de hele dag gewerkt en wij krijgen het ook. Het schuurt. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Die Jezus die zegt dan: bent u afgunstig omdat ik goed ben? Het is toch goed wat ik doe? Nou, dat gaan we lezen. Het schuurt, maar de Heer Jezus zegt: ik ben goed. We lezen uit Matthäus 20, vers 1 tot en met vers 16. Matthäus 20, vanaf het eerste vers tot en met het 16e vers. En als we dat gelezen hebben, zingen we als inleiding op de verkondiging uit Psalm 57. Daarvan vers 5 en vers 7. In het 7e vers zingen we: uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Want, zegt de Heer Jezus, het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor 1 penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het 3e uur erop uitging, zag hij anderen werkeloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het 6e en het 9e uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het 11e uur erop uitging, vond hij weer anderen werkeloos staan. En hij zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkeloos? Ze zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: gaat u ook naar de wijngaard, en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen, die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder 1 penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder 1 penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatsten hebben maar 1 uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover.
Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Na de verkondiging zingen wij Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, het tweede vers. Uitgangspunt is de gelijkenis die we gelezen hebben. En als kern lees ik nog vers 15, waar de Heer Jezus zegt: of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Een thema voor de preek is: wat u doet is goed. Wat u doet is goed. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, en u die op afstand verbonden bent, zie je ze daar staan? Op een rij, samen achter elkaar, bijzondere rij. Het is zo'n 6 uur 's avonds en ze zijn benieuwd. Dat bijzondere gezelschap in die bijzondere rij naar die bijzondere dag. Want ja, vroeg in de morgen waren er al mensen aan de slag gegaan. Hard aan het werk gegaan. 1 uur of 6 was dat. Toen waren ze daar op de markt. Het uitzendbureau van die tijd. Arbeidsbureau. Daar kon je gaan staan en als iemand een dagloner nodig had, dan kon hij jou huren. En de eerste waren toen al gegaan. 6 uur in de ochtend. Maar de Heer was ook op het derde uur. Dan moet je er dus 6 uur bij optellen. Op 9 uur was hij nog een keer gegaan. En ook anderen waren geroepen, kom ook werken in mijn wijngaard. 3 uur later op het 6e uur. 6 plus 6, jongens en meisjes. 12 uur dus, begin van de middag. Waren er nog meer geroepen. Kom ook werken in mijn wijngaard. Weer 3 uur later op het 9e uur. 15 uur dus, 3 uur 's middags. Waren er weer geroepen, kom werken in mijn wijngaard. Weer later, het 11e uur. Nou, 11 plus 6, dat is 17. Nou, 17, dat is dus 5 uur 's middags. En om 6 uur stoppen ze. Maar ook om het 11e uur waren de mensen geweest die te horen kregen, kom, ga werken in mijn wijngaard. En Jezus vertelt die gelijkenis zo. En hij vertelt er niet bij waarom. Kijk, als het oogsttijd is, dan snap je, die druiven moeten eraf, want er komt misschien regen. Of anders worden ze overrijp. Ik heb zoveel mensen nodig, maar dat staat er niet. Er is gewerkt door al die mensen. En nu staan ze in de rij, keurig in het gelid. Degene die het kortst gewerkt hebben vooraan, degene die het langst gewerkt hebben helemaal achteraan. Want zo wil de eigenaar het hebben. En nu wordt het betaald. Want ja, zo heeft Mozes dat toch opgeschreven. De dagloner moet je zijn loon geven op dezelfde dag. De zon mag niet eerst ondergaan. Want ja, die dagloner moet ook eten kunnen kopen. En zo gebeurt het. Zie ze staan? Hoeveel zouden het er zijn geweest? In de volgende, van kort gewerkt naar lang gewerkt. Hoe gaat het aflopen? Kijk, degenen die achteraan staan, die hele dag gewerkt hebben, die hebben iets afgesproken, zo lezen we in vers 2. Zij krijgen 1 penning, 1 denarii, een zilveren muntstuk, iets kleiner dan 1 euro, met erop waarschijnlijk de afbeelding van de keizer, keizer Tiberius. Een normaal loon voor een dag werken. Misschien dan nu, maar ik weet niet of het helemaal klopt, maar 100 euro. Hou dat in gedachten. En die andere mensen die ook gegaan waren, die hadden dat niet afgesproken. Die hebben alleen maar te horen gekregen: ik zal jullie geven wat rechtvaardig is. Dat krijg je. Ik zal eerlijk met jullie omgaan. En zo staan ze daar. En je kunt je voorstellen dat ze toch benieuwd zijn. Wat krijgen we? De arbeiders worden geroepen, 1 voor 1 naar voren. En dan degene die het kortst gewerkt heeft. Maar 1 uurtje. De betaler die pakt die zilveren munt, die 100 euro uit die zak. En die geeft dat aan die ene die maar 1 uurtje gewerkt heeft. Nou, je kunt je voorstellen. Als hij al 1 euro krijgt, al 1 zilveren stuk krijgt, 100 euro, hij heeft maar recht op 1/12.
Nog niet eens 10 euro. Als hij dat al krijgt, hoeveel krijgen wij dan wel niet? En daarna degene die om drie uur begonnen zijn. En vervolgens degene die om 12 uur begonnen zijn. Degene die om 9 uur begonnen zijn. En dan die laatste. Die hebben natuurlijk een afspraak met de landheer gemaakt. En ook zij krijgen 1 zilveren penning. Tja. Maar wij hebben de hele dag in de hitte gewerkt. En wij krijgen hetzelfde als zij. Is het niet gewoon sarren van die landman? Toch gewoon oneerlijk? Kun je toch al een beetje meevoelen vanmorgen? Waarom doet die landman dat? Waarom laat hij ze zo opstellen? Is toch oneerlijk? Ik gebruik net voor de jongens en meisjes dat voorbeeld van die 2 euro. Als jij je zo hebt ingezet om die bladeren op te ruimen, keihard gewerkt, en jouw broertje helpt met de laatste blaadjes ook even mee, en hij krijgt 2 euro en jij ook. Voelt dat eerlijk? Toch niet echt, hè? Of als je werkt misschien, wel een baantje gehad, of werk je wel in de supermarkt? Nou ja, hard aan het werk. En jij hebt de hele dag gewerkt, je had een lange dag vandaag. Van vroeg tot laat. En degene die alleen maar de avond heeft gewerkt, die 2 uurtjes vakken vullen, die krijgt net zoveel als jij. Word toch boos? Voel toch niet eerlijk? Waarom is dat zo? Wij zeggen toch in onze tijd, gelijke monniken, gelijke kappen. Eerlijk duurt het langst, het moet rechtvaardig zijn. We hebben onze vakbonden die voor ons opkomen. Dat klopt toch niet? Waarom doet die landeigenaar dat? Ja, waarom vertelt de Heer Jezus de gelijkenis nou op deze manier? Want de Heer Jezus had toch ook een andere volgorde kunnen kiezen, toch? Hij had toch ook ervoor kunnen kiezen om eerst degene het geld te geven die het langst gewerkt hadden. Je hebt langst gewerkt, jij krijgt het eerst, jij krijgt die penning. En nou ja, als die dan weggegaan waren, dan die anderen ook. Dan had het al heel anders gevoeld, denk ik. Maar de volgorde is zo. Of waarom vertelt die landman er niet bij waarom die dat doet? Dat hij bijvoorbeeld dat doet vanwege die moeilijke omstandigheden. Want ja, je leest in die gelijkenis dat die mensen die het laatste uurtje komen werken, dat die blijkbaar de hele dag hebben staan wachten of ja, niemand heeft ons gehuurd. Nou ja, dan zijn dat misschien ook niet de mensen die zo geweldig kunnen werken. En dat die landman dan zegt, ja, hij heeft toch ook te zorgen voor zijn kinderen. En daarom, zijn vrouw is ziek, hij is zelf zwak. En daarom, bij wijze van uitzondering, wil ik hem ook goed zijn en geef ik hem voor deze keer. Het staat er niet. Dit schuurt, dit prikkelt. Omdat de Heer goed is. Omdat de Heer Jezus goed is. En omdat hij zijn goedheid op deze manier toont. Kijk, hij zegt tegen die mopperende mensen, vooral tegen eentje. Vriend. Dat klinkt toch anders dan jij dagloner. Vriend, daar zit toch iets in van we hebben een band. Ik doe u geen onrecht. Je krijgt waar je recht op hebt, toch? Bent u het niet met me eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Bent u dan afgunstig omdat ik goed ben? Omdat ik goed ben. Die woorden moet u even vasthouden. Kijk, deze gelijkenis begint, vers 1, met dat de Heer Jezus vertelt, het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging. Dus de Heer Jezus die vertelt hiermee, in het koninkrijk van de hemel, in het koninkrijk van God, gaat het er zo aan toe. Zo gaat het in het koninkrijk van God. En blijkbaar kan het gebeuren dat je dan in het koninkrijk van God gaat ergeren aan de eigenaar. En zo kun je dus ook ergeren aan de goedheid van de Heer Jezus. En om deze gelijkenis goed te begrijpen, moeten we nog iets beter kijken. Want als u meegekeek net in vers 1, dan viel u waarschijnlijk op dat ik 1 woordje niet las. Het allereerste woordje. Want.
Want, dus waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Omdat er daarvoor iets anders gebeurt. En dan lezen we, als je meekijkt, van die rijke jonge man. Die rijke jonge man die naar de Heer Jezus toekomt. En dan kom je verschillende keren dat woordje goed tegen. Vers 16. Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Goede meester, wat voor goeds moet ik doen? En dan reageert de Heer Jezus daarop met, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. En dan komt hij terug, omdat ik goed ben. Het draait dus om de goedheid van God, de goedheid van de Heer Jezus. En die jonge man die bij de Heer Jezus die kwam, die verlangde daarnaar. Om de goedheid van God nou volmaakt te gaan ervaren. Wat moet ik doen, zei hij. Om het eeuwige leven te ontvangen. Om daarin te gaan. Dat wil ik graag. En dan blijkt die iemand te zijn die de wet van God serieus neemt. Met God leeft van harte. Zich aan de geboden houdt. Maar dan zegt de Heer Jezus. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Volg mij. En dan zien we die jonge man bedroefd weglopen. Want hij heeft veel bezittingen. Ja, die goedheid van God, van het koninkrijk, die wil ik wel. Maar dit kost mij te veel. En prompt is daar Petrus. Ja, namens de andere discipelen, vers 27. Die dat zo hoort en merkt. En die dan zegt, zie, let op, heren. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Met andere woorden, Heer Jezus, die rijke jonge man, die het ook heeft over goed, die gaat nu weg. Hij doet het niet. Maar kijk naar ons. Wij hebben alles verlaten. Kijk eens wat we ervoor over gehad hebben. We hebben alles losgelaten. En wat levert het ons dan op? Wat zal dan ons deel zijn? Nou, die vraag, die situatie, dat maakt de aanleiding voor de Heer Jezus om deze gelijkenis uit te spreken. En misschien is het ook wel iets wat bij ons speelt of kan spelen. Want wat levert het u op als u zich inzet voor God? Wat krijg jij als je Bijbel leest en je inzet voor de kerk? Wat krijgt u als u trouw bent in het naar de kerk gaan? Terwijl anderen? Wat heb ik eraan? En zou het misschien zo kunnen zijn dat de logica die bij die mensen in hun hoofd is gaan zitten, dat het ook onze logica stiekem is? Onze logica. Onze regels. Want ja, zij dachten, zoals het bij een arbeidsbureau gaat, zo gaat het ook bij God. Hard werken wordt beloond. Werk je niet hard, krijg je weinig beloning. Wie zich inspant, krijgt veel. Ja, ze werken toch? Hoe verder je komt op je werk, hard werken wordt toch beloond? Inspanning, het loont. Voor wat, hoor wat. Maar dan bestaat het gevaar dat je denkt, ja, zo werkt het op mijn werk. Zo werkt het bij mijn studie, op mijn school. En dat er ergens onderuit ook iets gaat zitten van zo werkt het blijkbaar dus ook bij God. Als het zo werkt in onze samenleving en in onze hoofden, zou het dan bij God anders zijn? Ja. Bij God is het anders. En dat is voor die mensen die dat allereerst horen, is dat schokkend. Wat? Uw goedheid is anders? Werkt het bij u dan niet op diezelfde manier? Nee, in het koninkrijk van God is Gods goedheid er. Maar is ons rekenen niet correct? Ja, misschien zitten we hier vanmorgen en zegt u, ja, dit weet ik wel. Dit heb ik al lang geleerd. Het is voor mij gesneden koek. Ja, maar mag ik er nog iets aan toevoegen om te laten zien dat dit een serieus punt is voor toen? En als dat zo serieus is voor toen, zou het dan ook niet serieus zijn voor mij? En misschien ook over u? Want de enige die dit vertelt is Matthäus. Kijk, Marcus en Lucas die vertellen ook van die jonge man.
Maar die vervolgen dan niet met deze gelijkenis. Maar Matthäus, die specifiek schrijft met het oog op de Joden. Die Joden die zeggen, wij zijn toch het nageslacht van Abraham. Wij zijn er toch van jongs af aan bij opgegroeid. Wij zijn toch het volk van Gods verbond. Voor die mensen volgt deze gelijkenis. Voor mensen die al jarenlang naar de kerk gaan. Ja, en zie dan ook op welke plek Matthäus dit vertelt. Als je kijkt in hoofdstuk 19 vers 1, dan staat er, en het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. Nou, als je Jood bent en je weet dat de Messias komt en je ziet in Jezus de Messias en hij gaat naar Judea, naar Jeruzalem, dan heb je verwachting. Nu gaat het gebeuren. Het koninkrijk komt. Hij gaat het vestigen. En welke plek heb ik er dan in? Ja, dat is waar de discipelen, dat is waar de mensen mee bezig zijn. Wat heb ik eraan? Welke plek krijg ik dan? Dan moet je maar even naar onze gelijkenis kijken. Onze gelijkenis eindigt in 20 vers 16. Dan vertelt de Heer Jezus over zijn lijden en sterven. En wat gebeurt er dan? Vers 20. Dan komt de moeder van de zonen van Zebedeus. Johannes en Jacobus dus. En ze komt met haar zonen naar hem toe. Ze knielt voor hem neer. Heel eerbiedig. Ze maakt duidelijk dat ze niet te groot van zichzelf wil denken. En ze wil hem iets vragen. En die Jezus zegt, nou stel je vraag. En wat vraagt ze dan? Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand. In uw koninkrijk. Wat ik graag wil is dat ze nou het beste plekje krijgen. Dat wil ik. Geeft u ze alstublieft toch meer dan die anderen. Ziet u dat? Ja, en die andere discipelen die vinden dat helemaal niet leuk. Want die willen dat ook, vers 24. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. Kijk, al hadden die andere discipelen iets gehad van, weet je, wij geloven in de Heer Jezus, wat hij doet is goed. Laat ze het maar vragen, dan is ook niet boos geworden. Maar je wordt boos als het iets is wat jij ook wil. Dat willen zij ook wel. Dus als je zo deze gelijkenis in zijn kop... context plaatst, dan merk je dat het best wel een issue is. Wie ben ik? Wat krijgen wij? Wat hebben wij? En broeders en zusters, dat komt vanmorgen op ons af. En kijk eens eerlijk naar binnen. Hoe belangrijk vindt u het wat u hebt? Wat jij ontvangt? Wat ik krijg? En kunnen wij vanmorgen met elkaar belijden? God is goed. En het is goed hoe Hij het doet. Vader, het is goed wat U doet. Vader, het is goed dat U mijn broer veel meer talenten geeft dan mij. Vader, U bent goed. En het is goed dat die andere jongen in de klas veel populairder is dan ik. Vader, U bent goed. En het is goed dat die ander die post wel krijgt en ik niet. Vader, het is goed dat die ander misschien minder doet, maar net zoveel of meer ontvangt. Maak het eens concreet voor jezelf. Is God goed? Maar vindt u het ook goed hoe Hij zijn goedheid dan ook uit? Maak het eens concreet voor jezelf. Want eerzucht, hoogmoed, egoïsme, zit dat er niet bij ons allemaal in? Ja, dan kunnen we vanmorgen makkelijk kijken naar anderen. En misschien heb je ook wel gelijk. Wat is het goed dat hij deze preek hoort? Of eigenlijk moet zij het horen? Want ja, hij is zo. En misschien heb je helemaal gelijk, want zij is zo bezig. En jij bent ook bescheiden en je wilt ook niet te veel. En toch... Toch denk ik dat het gevaar bij deze gelijkenis is dat we het heel makkelijk als een eend het water
van zich af laat glijden, dat wij dat ook zo doen. Maar het punt dat hier gemaakt wordt, kom je ook tegen in die gelijkenis van de verloren zoon. Daar hoort u vanavond, als het goed is, meer over. Die gelijkenis van de verloren zonen. Die oudste verloren zoon, die kan er niet tegen. Vader, ik kan er niet tegen dat u zo goed bent voor die zoon van u. Dat u hem sandalen geeft, dat u hem een ring geeft. Dat u voor hem het gemeste kalf slacht. Ik kan er niet tegen dat u goed bent en dat zo toont aan die ander. Die verdient het toch niet? Broeders en zusters, kunnen we eigenlijk wel omgaan met de goedheid van God? Ook als die wat oneerlijk voelt. Als het niet klopt. Als we het die ander niet gunnen. Als het misschien ergernis oproept. Broeders en zusters, mag ik nog een paar lijnen hieruit trekken? 3 dingen. Vergelijken. Het menen recht op te hebben. En meer bezig zijn met jezelf dan met de goedheid van God. Kijk, wat je ziet in deze gelijkenis is dat er vergeleken wordt. En daar begint het grote probleem. Die mensen die iets afgesproken hebben, die zien het. En die gaan vervolgens vergelijken. En waar begint voor ons vaak ook het probleem? Daar waar we gaan vergelijken. Want ik heb dit en hij heeft dat. En dat werkt jaloersheid in de hand, want ik wil toch ook. Als jij iemand bent die heel makkelijk naar anderen kijkt en vergelijkt, dan is dit wel een valkuil voor je. Wapen je ertegen. Want dan kan je jaloers maken. En dat kan je ten diepste dus boos maken op de goedheid van God. Je kunt er ook menen recht op te hebben. Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Ik heb er toch recht op? Als die anderen meer krijgen dan zij recht op hebben, dan heb ik er toch ook recht op dat ik meer krijg dan waar ik recht op heb. Dan ben ik het toch ook waard. Ja, zeggen die mensen. Ik heb de hitte van de dag heb ik meegemaakt. Ik heb me ingezet. Gezweet. Keihard ervoor gegaan. Ja, ik heb zoveel preken geluisterd. Dan moet God mij toch wel genadig zijn. Ik weet zoveel van de Bijbel. Dan moet God mij toch wel. Ik heb me ingezet voor de kerk. Dan zal God toch wel. En heel makkelijk vergelijken we ons met de werkers van het eerste uur uit de gelijkenis. Maar ja, wat als die ander naast je in de kerkbank een werker is van het 11e uur van de gelijkenis. En die heeft veel meer geloofszekerheid als jij. Dat jij werkt en je voelt een worsteling voor het avondmaal. Maar een werker van het 11e uur, die gaat met vreugde aan. Jij zet je al jaren in voor de priokerk en die ander wordt gevraagd. Maar jij niet. Dat is toch geen gelijke monniken, gelijke kappen. En dan zegt die heer van die gelijkenis, die heer van de wijngaard. Is het niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Die mensen menen ergens recht op te hebben. Broeders en zusters, dan is het weer goed om vanmorgen te beseffen. Waar heb ik eigenlijk recht op? God is goed, ja. En als ik met lege handen kom, waar heb ik recht op? Zit er misschien toch iets in ons van, daar heb ik toch recht op? Dan zegt de Heer, is het niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Ja, er zit dus nog meer onder. Vergelijken, menen ergens recht op te hebben. Ik heb nergens recht op oordeel. En het derde is dan dat je niet gericht bent op de goedheid van de Heere. Deze mensen zijn zo bezig met wat ik ontvang en wat ik verdiend heb, dat ze die goedheid van de Heer niet zien. En daarom begint en eindigt deze gelijkenis. Ja, let goed op, het begint en eindigt. Met dat de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Tussen die woorden zit deze hele gelijkenis ingeklemd. Het begin is vers 19, vers 30. Hoofdstuk 19, vers 30. Maar veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste.
En in vers 20, zo, of hoofdstuk 20, vers 16, zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatste. God keert de dingen om, God werkt dingen anders. En dan staat er in vers 16 achteraan, want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Oké. Okay. En dat woord kom je tegen ook in hoofdstuk 22, vers 14. Waar velen geroepen worden, maar uiteindelijk één iemand is die zonder bruiloftskleed, dus niet via de hoofdingang, op die bruiloft zit en uiteindelijk buiten geworpen wordt. De Heere maakt in die gelijkenissen duidelijk. Je bent niet gericht op de eer van de Heer. Niet gericht op zijn goedheid. Je hebt blijkbaar heel weinig met de Heer zelf. Het doet je eigenlijk weinig. Ja, wat zegt de goedheid van de Heer ons? Is dat nog belangrijk voor ons? Vindt u het belangrijk dat God goed is? Of, ja, zijn we bezig met onze plannen, ideeën? En is dit een confronterende boodschap van morgen voor ons allen? Dat die woorden op ons van toepassing zijn. Dat je misschien twijfelachtig bent. Omdat hij goed is. Bent u misschien ongelovig. Omdat je niet uit de voeten kunt met zijn goedheid. Ben je misschien lauw. Omdat zijn goedheid je niet echt raakt. Doet het geloof je weinig. Omdat zijn goedheid je niet zo weinig doet. Broeders en zusters, ik hoop dat u aanvoelt, we moeten kijken naar hem. En dan kijken we vanuit onszelf. We hebben nergens recht op. We zijn zondige mensen. We verdienen niets. Wij verdienen niets zijn vaderlijke goedheid. Maar dan mogen we zien, wat kost het die wijngaardenier? Want die wijngaardenier, die had veel minder kunnen geven. Moet je kijken, hij geeft dan iedereen zo'n penning. Dat kost hem toch ontzettend veel. Maar wat heeft hij ervoor over? Ja, kijk dan naar de Heer Jezus. Want hij weet wat die moeder gaat zeggen. Maar vlak na de gelijkenis zegt hij in vers 18. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar de derde dag zal hij opgewekt worden. Hij had toch ook kunnen zeggen, jullie zijn zo bezig met jezelf, ik doe dat niet. Hier bedank ik voor. Jullie snappen het toch niet. Maar de Heere zegt, ook al snappen jullie het niet, ik wil je het geven. Want ik ben goed. Zie wie hij is. Daar, in het stof van Gethsemane. Daar, op Gabbata. Daar, op Golgotha. Jullie mogen met mij doen wat jullie willen, want ik ben goed. Jullie mogen mij verlaten, want ik ben goed. Jullie mogen mij slaan, omdat ik goed ben. Jullie mogen mij vals beschuldigen, want ik ben goed. Jullie mogen mij geeselen, want ik ben goed. Jullie mogen mij nagelen aan het kruis, want ik ben goed. Jullie mogen mij allemaal in de steek laten en zelfs mijn vader mag mij verlaten, omdat ik goed ben. God is goed. Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Hij is goed voor die misdadiger naast hem. Voor die hoofdman onder hem. Voor die discipelen veraf. Is hij niet goed voor u? Voor jou? Voor mij? U bent duur gekocht. Het is toch niet zo dat de Heere vanmorgen moet zeggen, zelfvoldane christen, het doet je niks. Mijn goedheid traakt je niet. De landeigenaar heeft vanuit zijn barmhartigheid anderen ook zoveel gegeven. En waarom raakt het ons niet? Of hopelijk raakt het ons.
Dat we zeggen, wat een goedheid van de Heer, dat hij ook mensen zelfs ter elfde uren roept. En wat een goedheid van God, ze komen ook nog. Zondaren worden gered. Ja, als ik zelf besef dat ik nergens recht op ben. En dat ik van nature iemand ben. Ja, die eigenlijk heel de dag maar op de markt staat te wachten. En niemand wil me hebben. En dat de Heer dan zegt, kom in mijn wijngaard. Waarom zou ik me daaraan ergeren? Als anderen ook zoveel krijgen. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Over mensen die zelf toch al denken dat ze het heel goed hebben. De gemeente van Laodicea krijgt een brief. Openbaring 3 vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dan hoop ik dat je wakker geschud wordt vanmorgen. En misschien herkent u wel iets, het volgende verhaal, daar kwam ik tegen. Het is een verhaal uit Engeland. En in een grote stad was een behoorlijke kerk. Er waren ook wijken waar eigenlijk niemand bereikt werd. Dus er werden zendingsgemeenten opgestart. En dat droeg vrucht, dat werk. En ze hadden het gebruik om één keer in de zoveel tijd om met z'n allen het avondmaal te vieren. Met z'n allen, ook vanuit die zendingskerk naar die grote kerk, in een gezamenlijke avondmaalsdienst. En tijdens een van die diensten gebeurde het. Het was daar het gebruik dat je ook knielde om daarmee je eigen onwaardigheid en kleinheid te laten merken. Dat de dominee het zag, daar knielden twee mensen en wat een bijzonder duo. Daar knielde een ex-dief. Jarenlang vastgezeten voor de misdrijven die hij had gepleegd. En uitgerekend naast hem de rechter die hem had veroordeeld. Samen knielen. Hij wist niet of de rechter en de ex-dief dat al door hadden. Maar na afloop van die dienst liep de dominee samen met die rechter nog een stukje op. Op een gegeven moment zei die rechter, wat een wonder van genade. Nou, zei die dominee, nou en of, dat zo'n dief tot bekering komt. Toen zei die rechter, nou, eerlijk gezegd dacht ik aan mezelf. En de dominee keek hem verbaasd aan en zei, dat begrijp ik niet. Nou, zei die rechter, in zekere zin kostte het die dief niet zoveel om zich te bekeren. Hij had niet anders dan een leven vol misdaad en kwaad. En toen hij de Heer Jezus leerde kennen als zijn redder, wist hij dat het alleen maar beter kon worden. Hij wist hoe hard hij zijn hulp nodig had. Ja, ik. Van mijn jonge jaren ben ik opgevoed bij de Bijbel, met de kerk. Ik heb fatsoenlijk leven geleid. Ben een gerespecteerd man. Hoge graden gehaald. Ben rechter geworden. Ben alom gewaardeerd mens. Ja, dan is er heel veel genade nodig om mij te bewegen, te erkennen dat ik een zondaar ben. Om mij te brengen, geknield op hetzelfde niveau als die dief. Ja, dominee, voor mijn gevoel was er meer genade voor nodig om mij zover te brengen, om mij van mijn trots af te helpen, om toe te geven dat ik er geen recht op heb, dan die dief. Maar ik mag echt zien wie de Heer is. Heeft hij deze les ook geleerd? Dat je zelf nergens recht op hebt. En dat je nou mag leven van de goedheid van de Heer. Dat je daar dan van mag genieten. En God van mag prijzen. En hem mag eren. En dat je iets van de engelen mag hebben. Dat de engelen zich verheugen over één zondaar die zich bekeert. Dat je zegt dat je er ook over verheugt. Wat een wonder. Dat de Heer Jezus tollenaren, zondaren, hoeren roept. Ter elfde uren. Zou de Heer ook niet dat verlangen hebben voor Veenendaal? Mensen die nu nog buiten staan. Dat hij ernaar verlangt. En wij weten, hij doet ons geen onrecht. Vele eersten zullen de laatste zijn. Zou het niet geweldig zijn om te mogen zien hoe de Heer mensen roept en trekt. En wees dan niet boos als het anders loopt. Er was een Amerikaanse zendeling met de naam Henry Morrison. Hij had 40 jaar gewerkt als zendeling in Afrika.
40 jaar zich ingespannen. En op een gegeven moment werd hij ziek en keerde hij terug naar Amerika. En hij ging per schip aan richting New York. En aan boord van datzelfde schip zat president Roosevelt. En toen ze vlak bij de kade kwamen in New York, stonden daar heel veel mensen. Allemaal president Roosevelt op te wachten, die een safari-reis had gemaakt in Afrika. En Morrison stond erbij. En was stikjaloers. Hij mopperde. Heere God, ik heb me al die jaren ingezet in uw dienst. En er is niet één persoon die mij opwacht om mij welkom thuis te heten. En toen was het alsof een zachte stem tegen hem zei. Ja, maar Morrison, je bent toch ook nog niet thuis? Dat komt vanzelf. Wat u doet, is goed. En de Heere kijkt ons vanmorgen allemaal aan. We zijn als het ware vanmorgen op de arbeidsmarkt. Misschien doet u al mee, vanaf het allereerste uur. Misschien ben je hier en is het in je leven het 11e uur. De Heere kijkt je aan. Hij zegt, ik ben goed. Ik weet het. Je hebt al zoveel jaren van je leven vergooid. Je verdient het ook niet. Maar ik gun het je. Kom je ook in mijn wijngaard werken? Dan ga ik je leren mijn opzoekende liefde. Mijn overstelpende grootheid. Er is plaats. Kom je in mijn wijngaard? Dan kom je erachter. Wat u doet is goed. Ja, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Amen.
Zullen we samen tot God gaan? U bent goed, Heere. En u weet dat er momenten zijn dat we uw goedheid van harte omarmen. Maar als we die gelijkenis zo lezen en in de context plaatsen, dan beseffen we ook dat dat ook vaak voor ons geldt. Dat we zo makkelijk vergelijken met wat anderen hebben. En dat we zo vaak menen recht te hebben op. En dat we zo vaak niet gericht zijn op u zoals u het verdient. En Heere, dat belijden we voor u. We belijden voor u dat we daarin u en ook onszelf veel ontnemen. Uw eer en ons de vreugde. Heere, u weet voor wie deze preek stevig was. Omdat het binnenkomt. Omdat het over ons gaat. En u weet, Heere, als we misschien makkelijk kijken naar anderen en dat we zo makkelijk van ons afschuiven, wilt u alstublieft uw goedheid aan ons openbaren. En ons helpen om daarmee tevreden te zijn. Jij en ons zelfs te verheugen over hoe goed u bent voor mensen die ter 11e uur erbij komen. En we bidden u, Heere, wilt u er nog vele bijroepen? Of het nu het 6e uur is in hun leven, of het 9e, of wat voor uur het ook is. Wilt u ze roepen, Heere? Trekt u ze. Ook onder ons. Geef dat we allemaal mogen werken in die wijngaard. Met onze gaven, met onze talenten. En overlaat ons dan maar met uw goedheid. Geef ons dan wat u goed vindt voor ons. Ook als dat schuurt met onze gedachten. Heer, het gaat niet om ons. Het gaat om u. We danken u, Heer Jezus, dat u die situatie zo getaxeerd hebt. En uw woord hebt laten klinken. En we danken u dat u zich niet heeft laten weerhouden door ons ongeloof, door onze twijfel en egoïsme. Maar dat u uw goedheid toont door het werk te volbrengen. Dat u een Golgotha hebt gehangen in onze plaats. Geef dat wij dat allen mogen geloven en daaruit mogen leven. Win ons in met uw goedheid. En deel het alstublieft uit over deze hele aarde. Want u wordt van het uitdelen toch ook niet armer. U bent toch de eeuwige God. Heren, kom alstublieft. Doorwaai de hof van deze wereld. Bereik mensen die niet luisteren naar het goede, maar die in de greep zijn van het kwaad. Heer, u weet ook hoe het kwaad greep probeert te krijgen op ons leven. Houdt u ons vast. Ga met ons mee de rest van deze dag. Zegen deze zondag. Als we zo naar huis gaan, of als we al thuis zijn, geef een goede zondag. Ook als vanmiddag uw woord weer geopend wordt. Als opnieuw gezongen wordt. Zegent u ons als gemeente van u. In onze samenleving, in deze wereld. Zegent u de overheid hier plaatselijk en landelijk en op allerlei andere niveaus. Zegent u ze, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden en u mogen eren. We bidden u ook om uw nabijheid. Als het gaat over het kwaad in deze wereld, Heren, dan zijn er zoveel oorlogen, zoveel conflicten. En dan weet u welke er bij ons naar boven komen. Wij bidden u, Heren, geef vrede. Toon uw goedheid in de gebrokenheid van deze wereld. En kom alstublieft spoedig terug. Want dan zal toch alles volmaakt zijn. En geef dan dat wij allen mogen horen. Goede en trouwe dienstknecht, dienares, is welkom. Ga in de vreugde van uw Heer. Heer, laat dat tot vooruitzicht zijn van ons allen. Als dat niet zo is, werk dat. En geef dat er zo, ook in alle teleurstellingen die we in het leven kunnen hebben, hou vast vinden in uw goedheid. Ja, want u bent goed. U bent genadig, u bent trouw. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Vervolgens zingen we uit Psalm 136, 3 coupletten.
Vers 1, vers 23 en 26. Loof de Heer, want Hij is goed. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.